De stichtingvader Mother Figure heeft gisteren certificaten uitgereikt aan 20 personen die een ondernemerscursus hebben gevolgd. De deelnemers hebben geleerd hoe zij een business kunnen opzetten of hoe zij hun bestaande business kunnen uitbreiden. Volgens voorzitter Henk Redmond is de stichting al bezig met een volgende groep ondernemers. De nieuwe deelnemers zullen in andere branches getraind worden. En voor de volgende groep, die gaat starten op 2 februari, willen we uitbreiden met een aantal andere sectoren. Je kunt denken aan de olie- en gassector. Ja, vinden we belangrijk om uit te breiden. Ja, maar het kernpunt blijft inderdaad international business. Want dat is een van de zaken die wij belangrijk vinden bij deze online opleiding. Want we werken samen met een Nederlandse bank. Credits microfinanciering. We hebben een overeenkomst met de credits. Dus die leveren input. En in die zin zijn we heel blij met die mix, met die samenwerking. En daarom geloven we ook in international business. Ja, dus hebben ze een heel ministerie opgericht. International business. Dus we willen graag aansluiten. Ja, bij de overheid, ja, aansluiten bij het beleid van het land, dat we graag de deviezen willen binnenhalen. Want dat is natuurlijk nu belangrijk, als je de deviezen binnenhaalt, ja, dan is het makkelijker om je oude dag te kunnen doormaken. Redmond is dankbaar dat nationale en internationale instanties de stichting ondersteunen. De voorzitter zegt dat de stichting haar doelgroep zal blijven ondersteunen. De jongeren vanaf 8 jaar, ja, de ouders vanaf 18 jaar en de professionals, ja, die gaan we bedienen, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Want daar gaat het in feite om, dat we een steentje bijdragen, ja, aan de leefbaarheid van Suriname. Ja, een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de economie. Dus we zijn heel blij met de samenwerkingsverbanden, we zijn ook blij met Ferdinand, ja, die ons met hart en ziel is komen versterken op het gebied van marketing en events. Een applaus. Ferdinand Nahar. Dat is marketing. Dat is ook een van mijn stokpaardjes. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Ja, marketing is een van mijn stokpaardjes. Ja, er is veel gedaan op het gebied van marketing. Dus dan ben ik heel blij met de aanwinst. Want marketing is toch iets belangrijks voor de organisatie. In beeld zag je dus Henk Redmond, hij is voorzitter van de stichting Vader Mother Figure. Ze hebben gisteren certificaten uitgereikt aan mensen die hebben deelgenomen aan de ondernemerscursus.